Ja, hallo iedereen. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Esther Hemelrijk uit Drachten. In deze video zou ik graag willen vertellen en meer uit willen leggen over narcisme. Het kan bij elk mens voorkomen en er zijn zelfs mensen die niet eens weten dat ze het hebben. Ten eerste, ik heb het zelf meegemaakt en ik weet ook dat het heel erg is. En dat die mensen die dat doen, een totaal geestelijk spel met je spelen, waardoor ze je volledig kapot maken. Narcisten, ik ben ongeveer 19 maanden lang, heb ik een relatie gehad. Ik ben getrouwd geweest met Jan Sibbelen neef uit Heerenveen. In het begin ging het allemaal heel erg goed. Hij leek de perfecte, ideale jongen, maar... dat takelde heel erg af op het laatst. Hij werd steeds agressiever naar mij toe met geen enkele reden. Het was dus totaal nutteloos, om het zo maar te zeggen. Ik heb er heel veel verdriet van gehad. Ik ben totaal veranderd van mijn eigen karakter. Ik ben totaal wat vertrouwen kwijt in de mens. Ik ben de hele tijd depressief geweest. Ik word nog steeds bedreigd door hem en door zijn familie. En ja, het is gewoon heel erg moeilijk om verder te leven. Maar toch, ik heb een dochtertje en daar hou ik heel veel van. En nou ja, ik probeer gewoon maar wat te maken van mijn leven. Narcisten die zijn heel kwalijk. Dat zijn kwaaie personen die... die ervan houden om mensen met opzet kapot te maken. Om alles wat van jou is af te nemen. Wat jou lief is. Als je bijvoorbeeld bezittingen hebt of veel geld of werk. Dan doen ze alles aan dat je dat verliest. Maar ja, wat iedereen zegt wel van tegen mij. Van waarom ben je niet eerder maar weggegaan? Maar ja, dat is puur angst. Want wat moet je als je op de nachtegaal op de bovenste verdieping woont? Hè? En je wordt van hier tot wat in elkaar geslagen. Omdat hij jaloers was dat ik naar de serie Sex in the City keek. Nou, dat vond ik gewoon een hele leuke serie en hij dacht er gelijk wat van. En daar begon de ruzie mee, dus totaal nutteloos. En ik was vroeger ook helemaal niet jaloers of wat dan ook, maar ik ben door hem gewoon verpest. En ik wil gewoon iedereen, daarom vertel ik deze video ook, ik wil gewoon iedereen waarschuwen... voor narcisten, want er lopen echt honderden en duizenden narcisten op de wereld rond. Het kunnen bazen zijn, het kan je eigen baas zijn, het kan je vader zijn, het kan je vriend zijn, het kan je man zijn, allemaal. Maar let goed op de details. Ze kunnen dominant overkomen. Ze zijn vaak dreigend. Ze zijn heel egoïstisch, ze denken alleen maar aan hun eigen belang. Ze kunnen zich moeilijk inleven. En waardoor komt narcisme? Narcisme, dat komt weg bij een trauma van een persoon uit het verleden. Stel dat iemand bijvoorbeeld misbruikt is in het verleden of een hele zware harde jeugd heeft gehad. Dan houden ze narcisme aan over. Je hebt de gevaarlijke versies en je hebt de matige versies. Ik heb dus te maken gehad met een vreselijk gevaarlijke versie. Ik ben keer op keer bedreigd, ontvoerd... in mijn zwangere buik getrapt, 3 keer, noem maar op. En alles is me afgenomen wat me lief is. En oh, wat zijn ze goed in toneel spelen. Wat zijn ze daar toch verdomd goed in. Ik kan me er zo boos om maken, maar het interesseert mij niet meer wat mensen van mij denken. Ik weet namelijk dat bijna half Drachten, waar ik dus in woon, dat mensen zijn verhaal geloven. Nou prima, dat boeit mij niet, maar dan weet ik gelijk... welke mensen mijn echte vrienden zijn en wie niet. Mijn ouders die kunnen het precies weten hoe hij is en hoe hij was. Want die hebben hem zelfs meerdere maanden in huis gehad. Wat gewoon ondraaglijk was. Hij heeft mijn leven zo erg zuur gemaakt. Dat is gewoon onbeschrijfelijk voor woorden. Ik geef toe dat ik totaal niet mezelf meer ben. Ik ben harder geworden in het leven. Ik vertrouw eigenlijk heel weinig mensen. De enige die ik nog vertrouw zijn de familie. Die gewoon dicht bij me staan.
Ik weet nu wel dat ik heel erg goed op ga letten, natuurlijk, met hoe mensen zijn en wat ze mankeren en hoe ze zich gedragen. Want leven met een racist, dat is iets wat ik totaal niemand toewens en wat ik ook never nooit meer in mijn leven toe zal laten. Een narcist krijgt never nooit meer mijn hart. Nooit. Ik heb het wel geweten. En iedereen denkt van, oh, wat een gek wijf, wat een hoer. En laat ze maar praten. Het interesseert maar geen enkele fuck meer. En weet je waarom niet? Mensen kunnen soms zo erg roddelen. En wat boeit mij het geroddel? Wat boeit mij het wat andere mensen vinden of denken? Laat ze maar kijken. Laat ze maar zeggen. Oh, daar heb je het wijf weer. Hè? Wie zijn dochtertje uit de huis is geplaatst. Laat ze maar denken. Het interesseert me geen enkele moer meer. Maar wat mij omgaat is dat er tientallen vrouwen zijn geweest die hetzelfde hebben moeten doorstaan als ik. Mensen die het niet hebben meegemaakt, ja, die hebben geluk. Maar niet alleen dat, die snappen het niet. Er zijn zoveel mensen op de wereld die niet sporen, maar een narcist die kan levensgevaarlijk zijn. Die vrouw van 41 jaar, wat ik vreselijk vind, die vermoord is in Drachten. Dat scheen dus ook een maatje te zijn, zelfs in de bak van mijn ex-man, Jan Sibbeleneef. Dat bleek daar dus een maatje van te zijn. Nou, dat bedoel ik. Het is allemaal één pot nat. En in het begin dus, toen dacht ik van, oh, het is een hele normale relatie, dit is heel positief, dit is heel goed. Nou, blijkbaar niet dus. Want in het begin ging het allemaal perfect. We waren heel lief naar elkaar toe, maar toch iets van binnen bij mij. Ik was verliefd. En liefde maakt blind. Dat zeggen ze altijd tenminste. En ik had toen nog nooit van het woord narcisme gehoord. En het ging alleen maar verder. Eerst was helemaal niks aan de hand. Maar in de tijd dat we echt samen gingen wonen, dat dus alle macht op mij had, zijn er vreselijke dingen gebeurd. Ik ben verkracht, gedrogeerd met GHB. Ik ben mishandeld keer op keer, ook tijdens de zwangerschap. En helemaal verpest. Ik ben bedreigd. Volg vanaf deze week ook therapie voor mijn posttraumatisch stresssyndroom. Maar het was gewoon een hel om het zo maar te zeggen. Het was echt een vreselijke hel. En ik wil gewoon dat iedereen weet dat mensen die dit meemaken, dat het gewoon een hel is. En dat je niet moet oordelen of roddelen over dingen die je niet weet. Want waarom zou ik liegen? What the fuck? Waarom? Nou, dat bedoel ik dus. Ik wens dit gewoon niemand toe en ik wil gewoon iedereen waarschuwen. Elk persoon die hier ooit mee te maken krijgt. Want het is echt niet leuk en.